Welkom u thuis op deze woensdag, de 31ste januari. Laatste dag van de maand. En zullen we januari maar eens afsluiten met een fantastische aflevering van Prijzenslag. Dat zal zonder enige twijfel lukken, want u zag het en u hoorde het. Enthousiaste clubs en verenigingen op de tribune. En uit hun midden vier kandidaten. En ik zal ze nu aan u voorstellen. Ze staan hier op een rijtje. Tony, Stefan, Wies en Hans. Welkom. Ze zijn geliefd, de kandidaten. Nou, jullie hebben een achterbal meegenomen, zeg. En misschien zijn ze jullie zo dadelijk behulpzaam bij het bieden op een schitterende prijs. En voor de duidelijkheid, jullie gaan vertellen wat wij ervoor betaald hebben. En vooral niet overbieden, want dan telt je bod niet meer mee. We gaan even aan Rob vragen waar wij vanavond mee van start gaan. Rob, vertel het eens. Welkom kandidaten. Kijk eens wat we hier voor jullie hebben staan. Weet je hoe je een snoek moet vangen? En mogelijk wat een baars eet? Of waar de beste karpers zwemmen? Nee? Nou, na het zien van deze fantastische videobandenserie is dat voor u gesneden vis. Een pakket met videobanden over vis. Ja, dat is even moeilijk. Ik zie jullie allemaal peinzend kijken van jongen, wat zou het zijn? Ja, zo is het spel. Je zal erop moeten gaan bieden. En Tony, jij bent nog de eerste ook. Vertel het eens. Tony, jouw bod is... 139 gulden. Stefan, wat bied je? 179. 125. Wie zegt 125? En Hans? 150. Zal ik u vertellen wat wij daarvoor betaald hebben? Het staat hier op het kaartje. Het is voor mij ook altijd weer een verrassing. Wij betaalden ervoor, jawel, 298 gulden. Stefan! Stefan, daar sta je dan. Ja, inderdaad. Moet je dat zien? Ja, behoorlijk. Ja, kun je wel zeggen. Waar kom je vandaan? Limburg. Limburg. Schimmert. Waar ligt Schimmert? Bij Valkenburg. Oh, bij Valkenburg. Daar hebben jullie een eind gereden om hier naartoe te komen. Inderdaad. Nou, als je zoveel moeite hebt gedaan, Stefan, dan moet je ook een prijs verdienen, vind ik. Ja, je zal er toch iets voor moeten doen. Maar we gaan eerst kijken wat Rob voor jou in gedachten had. Rob. Kijk eens, Stefan, wat een actieprijs. Rechtstreeks uit onze eigen Albert Kuip studio. De slaapplaats, daar droomt toch iedereen van, vanafje. Ja, Stefan denkt van dat is even mooi. Want elke avond lig je in je bed. Maar ik ben ervan overtuigd dat jij niet in zo'n bed ligt. Nee, inderdaad. Nee. Zou je het leuk vinden? Ja, tuurlijk. Natuurlijk, ja, dan gaat die Batman met veel. Ja, bzzzt, in het bedbed. Het Batman-bed dus. Hé, hey, Stefan, jij kan het verdienen. Hoe? We spelen Mr. X. En je ziet hier een speelveld met 9 vakken. In het midden zie je 3 vraagtekens. Aan het eind van ons spel draaien alle 3 die vraagtekens zich tegelijkertijd om. En in 1 van deze 3 vakken verschijnt dan een kruis. Jij krijgt zo dadelijk de kans van mij om er nog een paar kruisen bij te verdienen. Die kruisen plaats je dan ergens op het speelvlak. En aan het eind van het verhaal moeten er, als die 3 vraagtekens zich omdraaien, een rechte lijn van kruisen zijn. Dus 3 op een rij, of horizontaal, of zo schuin. Als je maar 3 kruisen op een rij hebt. En Stefan, omdat je helemaal uit Limburg hier naartoe bent gekomen, krijg je alvast 1 kruis van mijn cadeau. Dat is deze. En jij mag zeggen in welke van deze 3 vakken, hier aan deze kant van het speelveld, we dat kruis gaan plaatsen. Linksboven. Linksboven wil jij hem hebben. Dan zal ik hem even voor jou linksboven zetten. Zo, daar zetten we hem neer. Je krijgt van mij de kans om er nog 2 bij te verdienen. Probeer ze binnen te slepen, want hoe meer kruisen je hebt, hoe meer kansen. Je hebt er minimaal 1 nodig om het spel goed af te kunnen maken. En als je die kruisen wil verdienen, moet je ons iets gaan vertellen over de volgende artikel. En Rob weet precies waar we het dan over hebben. Luister Stefan, nooit meer turen in de verte. Want deze verrekijker haalt alles wat jij de moeite waard vindt binnen oogbereik. Stefan, kijk daarna. En Stefan, je ziet er 2 bordjes bij staan. Een bedrag van 329 gulden en een bedrag van 478 gulden. Wat wij willen is dat jij ons vertelt wat de juiste prijs is van die verrekijker. En voor het juiste antwoord krijg je natuurlijk een kruis. 329. Gaan we voor jou kijken. We schuiven het bordje naar 329. Kost die verrekijker inderdaad 329 gulden? Het antwoord is ja, 329 gulden. Kijk eens.
één kruis. Die heb je alvast. Dat betekent dat we het spel kunnen spelen. Maar je kan nog een extra kans verdienen. En daarvoor vragen we gewoon aan Rob. Rob, wat is het tweede artikel waar hij iets mee kan verdienen? Dankzij deze schrijvende bureaucalculator met display en afdrukgeheugen blijf jij tot achter de komma nauwkeurig. Ja, Stefan. 540. Er staan twee prijzen, 420 gulden en 540 gulden. En jij zegt dat die 540 gulden kost. Ja? Ja. Oké, gaan wij kijken. We schuiven het bordje naar de kant 540. En kost die calculator inderdaad 540 gulden? Ja! Nou. Heel goed, heel goed. Twee kruisen. Stefan, deze twee kruisen mag jij gaan plaatsen aan de rechterzijde van het speelveld. En jij mag beslissen waar je ze neer gaat zetten. En je weet wat de bedoeling is. Straks, als de vraagtekens zich omdraaien, moeten wij er drie op een rij hebben. Ik plak hem even ietsjes bij, want anders staat hij hier straks voor. Zo, die op de plaats. Heel goed. En deze ook een klein stukje even deze kant op. Zo. Stefan, daar heb je ze gezet. Dat betekent dat dat zwarte kruis wat hier achter de vraagtekens vandaan komt, of hier moet staan, of daar moet staan. Dan zit je goed. Wij gaan kijken, Stefan. Mr. X. Waar hebt u zich verstopt? Ja, daarboven! Hé, hey, Stefan, gefeliciteerd! En we zien elkaar dadelijk terug bij het grote rad. Hé, hey, Stefan. Nou, Stefan uit Limburg kan voortaan slapen in het Batman-bed. Wat zal hij heerlijk uitrusten. Neemt al die andere prijzen nog mee. En wij gaan kijken wie de volgende kandidaat is die van de tribune naar beneden komt rennen. Rob. Hans, jouw volgende kandidaat is Truus Lange. Kom maar bij, Truus, en sla je slag. Dag, Truus. Dag. Dag, Hans. Leuk dat je er ook bij bent. Ja. Hey, een beetje kleurtjes gekregen, zie ik. Ja, warm hier, hè. Warm hier, ja. Warm een opwinding. En dan zeggen ze, ik heb het warm. Ik begrijp het, Truus. Hey, welkom. De vier dames die hier nu op een rijtje staan, gaan dus weer bieden. Jullie begrijpen het, op een prijs. Vooral niet overbieden. En ik laat jullie niet langer in spanning. Rob zal jullie ook niet langer in spanning laten. Waar gaan we op bieden? Kandidaten, als jullie prijzenslag jullie gegrepen heeft, kunnen jullie daarna doorspelen met dit meesterlijke spellenpakket. Waarin onder andere het Metspel, Fortune, Cluedo, Pictionary en Brainstorm. Een heel spellenpakket. En daar gaat Truus een bod op uitbrengen. 200. 200 gulden zegt Truus. Wies? 225. 225 zegt Wies. Ans? 230. 230 zegt Ans. En Tony? 199. 199 zegt Tony. Nou, ik zal het u vertellen, want wij voor dat het is een heel pakket met spellen. En spellen bij elkaar, dat moet een aardig bedrag kosten. 339 gulden. Hé, hey, Hans. Nou, de spelletjes heb je al binnen. En zal ik jou eens wat leuks vertellen? Ik heb een hele leuke prijs die je kan verdienen. Wil je graag weten wat? Ja. Kijk eens even achter de deur. Oh, Hans. Je voelt het misschien wel komen. Dit hoogstandje van Japans vernuft maakt van de winnaar een hele auto. Gigantische mazzelaar. Met alles erop en eraan. U zult zich de koning te rijk voelen met deze auto, waarvan je overigens zelf de kleur mag uitkiezen, en al die extra's. Nou, Hans, is dat wat? Ja, heel wat, ja. Dan dacht ik, Hans, je kan hem verdienen door gewoon een spelletje te spelen. Ik zal je vertellen wat we gaan doen. Op de eerste plaats heb ik meegenomen een zevental briefjes van 10 gulden. Als jij even je hand ophoudt, zal ik ze één voor één optellen. En de mensen in de zaal tellen mee, dan weten ze dat het eerlijk is. Dit is nummer 1. En dat is nummer 2. Daar gaat 3. En dit is 4. Nummertje 5. En dat is 6. En de laatste is 7. Zeven tientjes. Ans, zeven tientjes, dat betekent wij spelen de zevenklapper. Wat moet je doen? Eigenlijk is dat grote scherm wat je daar ziet één grote prijskaart. Daar moet de prijs komen te staan van die schitterende auto die je mee kan nemen. Het eerste cijfer staat er al, dat is de 1. Maar er moeten nog 4 cijfers ingevuld worden. Ik vraag jou zo dadelijk, Ans, wat denk je dat het tweede cijfer is? Jij noemt mij een getal. Is het goed? Prachtig. Maar is het fout, dan moet je mij voor elk puntje dat je ernaast zit, 1 tientje betalen. Zeg jij bijvoorbeeld 7 en was het een 5, ik noem maar even wat, zit er 2 puntjes verschil tussen.
tussen, betaal je mij 2 tientjes. Zo doen we dat bij elk cijfer. Als je aan het slot van het spel, als de hele prijskaart open is, als je nog minimaal 1 tientje over hebt, mag je voor dat slotbedragje van mij die auto kopen. Lijkt het je wat? Ja, heel wat. Gaan we het proberen? Ja, we gaan het proberen. Zou wel leuk zijn een auto meenemen. De 1 staat er. Wat wil jij op de 2e plaats voor een cijfer hebben? 7. Een 7. Gaan wij kijken. Staat er op de 2e plaats een 7? Ja. Wat zeg je? Ik zeg, dat begint al goed. Dat kun je wel zeggen. Dat kun je wel zeggen. Je hoeft me niks te geven, je hebt er nog 7 over. Nou, dat ben je heel knap. 17.000 is dus de prijs. Wat is het volgende cijfer dat daar moet komen te staan? Een 2. Een 2. Wij gaan kijken. Staat daar een 2? Oh nee. Dat kan gewoon als niet. Je bent helderziende. Wat zeg je? Goeie mensen meegenomen. Ja, dat blijkt zeg. Je moet nog 2 nummertjes doen en je hebt nog 17 tientjes over. Alle mensen. Nou wordt spannend. 17.200 en nog wat. Wat komt daar te staan na die 2? Een 5. Een 5, zegt zij. Staat daar inderdaad een 5? Nee, daar staat een 9. Dat betekent dat er 4 punten verschil zijn. Ik krijg van jou 4 tientjes. 1, 2, 3, 4. Die gaan weer terug. Die stoppen we weer even weg. Hans, je hebt nou nog 3 tientjes over. Je moet er 2 minimaal, je mag er maar 2 kwijtraken. Je moet er eentje overhouden om die auto van mij te kunnen kopen. Zit je er meer dan 2 punten naast met het laatste cijfer, dan is het afgelopen. Maar je mag dit niet laten gaan, want die auto, ik hoor de motor nog lopen. Je kan er zo instappen en er zo mee wegrijden. Het goede cijfer, alsjeblieft. De 5. De 5. Ja, ik kan je niet helpen. Het is maar een spel. Het is maar een spel. De 5? Ja hoor. Gaan wij kijken, mensen. Ik krijg het er warm van. Staat hij op die laatste plaats? Inderdaad. Hoeveel had je erover? 3. Je mag er maar 2 puntjes na zitten. Staat hij op die laatste plaats? Inderdaad een 5. Ging zo goed. Alles kwijt. Wat vind ik dat jammer. Oh, echt heel erg jammer. Maar ja, niks aan te doen. Zeg maar even dag met je handje tegen de auto. Daar gaat hij. Dag auto. Hey, Hans, bedankt. En ik zie je straks nog bij het rad. Zeker weten. Oh, dat vind ik nou echt jammer. Mensen, dit was weer even spannend, hè. De zweetdruppeltjes in de handen, hoor. En dan, ze zien we weer in het leven op een paar kleine dingetjes kan het aankomen. We gaan kijken wie de volgende kandidaat is. Rob, vertel het. Wat een pech, hè? Hier is Simone van den Braak. Kom maar bij, Simone, en sla je slag. Simone. Oh, hoor eens. Ook Simone heeft haar aanhang meegenomen. Dames op de rij, jullie weten het, we gaan weer bieden zonder te overbieden. We gaan bieden op een schitterende prijs. Rob, laat ons niet langer wachten. Schoensmeer, borstels, poetsdoeken, alles vind je terug in deze handige en decoratieve schoenpoetsset. Dat worden dus glimmige blazen, kandidaten. Een schoenpoetsset, maar een hele bijzondere. Simone. Jouw bod. 25 gulden. Tony biedt